Oh my god. Ze hebben ook echt iets van 8 stokjes. Oh, ze denken echt, we gaan met 20 zo. Yeah. Oh, ik zie dit nog wel altijd op jouw YouTube, want hier kan ik het meemaken. Oh wacht, we moeten onszelf natuurlijk wel zien. Lijkt mijn tanden weer? Ja, ik kan ook wel bewerken, schat. Thumbnail. Oh, ik vind het echt zo spannend. Helemaal, ik had wel even chai latte nodig hoor. Ja. Dat is echt mijn... Ik had dat net, hè? Oh, zo, zo lekker. Lekker. Ik wou nog vaak... Ja, dat is hoppie. Ja, dat is echt hoppie lekker. Nee! Oh. Mr. Sushi, I love you! Oh, het had lekker. En mijn moeder beneden staat er zo... En nou stil! Het is klaar nu! Ja, doe even normaal. Oh my... Potje champagne! Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met... Levi! Hoe leuk! Ik vind het zo gezellig dat ik je ook. Er bent. Ik ook, I love it. Nou, we gaan lekker veel vragen beantwoorden, maar het belangrijkste, we gaan natuurlijk lekker sushi eten. Sushi champagne, dit is echt goed. Het ruikt echt... Als jullie dit konden ruiken, het ruikt naar een regelrecht izakaya. Ja, ja, maar echt! Nou, we hebben het gekregen van Mr. Sushi, super lief. Dus heel erg bedankt voor de sushi. We gaan love it. Hier lekker van genieten. Okay. We hebben ook champagne. Precies. Ja, love dus. It. En misschien even handig voor mensen die jou misschien niet kennen. Misschien. You never know. Stel jezelf anders even voor. Nou, ik ben Levi. En jullie kunnen mij kennen van TikTok. Ik maak daar sketches op. Ja, dat ben ik eigenlijk. Ja, en dat doe je echt goed. Nou, dankjewel. En ze hebben me uitgenodigd om lekker mukbang op te nemen. Nou, als ik ergens van hou, als jullie me een beetje kennen, is het choppen. Dat zit dus helemaal goed. En het is, dus ja. Het is echt, nou, jullie zien het. Het is ja, het niet was normaal. Een partybox, sensation box, crispy tuna. Rainbow roll. En een serventeur. Serventeur. Rainbow roll, hoe kom ik daarbij? Dus we gaan lekker kletsen, lekker eten. En lekker genieten. Ja. En jongens, dit, ik keek Sarah voor zo lang. Sarah video's. En dat wist hij niet. Nee. En het is echt, ja, ik heb hiervan gedroomd. Ja, maar ik ook. Weet je wel, ik vind jou zo grappig. Dus ik ging jou gewoon volgen, denk ik. Ja, dat denk ik. Nou, dat ja, denk ik wel. Ik ging jou volgen. En toen gingen we DM'en of zo. Ja. Nou, ik weet niet eens meer hoe het En toen kwam dat, ja, via TikTok nog. Ja, TikTok via TikTok. En toen, ja, zei hij iets van, oh, kijk je mukbang. Toen dacht ik, nou, we moeten samen mukbang op. Ja. Nou. Dit is helemaal leuk. Oké, wacht, hier komt ie. Zo! Wow, die stond echt onder druk. Oh, waar is die? Jongens! Ik ga oud. Nou, weet je, we gaan lekker beginnen. Ik weet niet of dit lekker is, maar... Nou, dat gaan we zo wel zien. Weet je, er zit alcohol in, dus... Ja, klopt dat. Helemaal gescheten. Oh, mag natuurlijk. Ik ging bijna drinken zonder te proten. Dat is jaar, dat moeten we niet hebben. Nee. Oh, ik wil dit zo te gaan met mijn mond op, jongens. Cheers! Oké, thumbnail. Ja. 3, 2, 1. Nou. Ja, dat moet dus wel even wat langer, hè? Ik dacht dat heel snel ging. Nee, want dan heb jij weer net je ogen dicht en dan zit ik er weer heel... Oké, dit is helemaal prima. Lekker voor de middag, een lekker middagdrankje. Heerlijk. Ik wil even beginnen met een bonnetje. Nou, doe. Nee, voordat we in de vraag gaan, wil ik eigenlijk wel tegen jou zeggen... Nou, hoezo? Dat ik het zo leuk vind wat jij doet. We hebben het net in de auto al een beetje over gehad. We hebben dat ook elkaar niet verkeerd. Ja. Maar ik wil gewoon even zeggen van, echt knap hoe je dat doet. Dankjewel, dat vind ik echt heel lief. Ja, echt heel leuk. Dankjewel. Ja, maar, ja, we hebben het net ook al een beetje over gehad, maar misschien ook wel leuk voor kijken. Mm-hmm. Waar haal je al die inspiratie vandaan? Ja, ik zei dus, dit is echt een beetje aan het typetje wat ik doe. Ja. Maar het meisje is gewoon echt een beetje gebaseerd op mijn echte leven. Behalve de outside moeders. Ik woon niet in outside jongens. Ik was het maar zo. Ja, echt waar. Ik woon hier eerst in Amsterdam. En Oké, ik ga het maar inpakken. Pak jij er maar lekker in. Ik zet dit wel even hierachter. Oh, dat gaat. Anders kan ik het echt niet normaal pakken. Nee, dit gaat ook weer helemaal fout. Ik kan dus eindelijk met sokjes eten. Oh, kon je dat niet? Ik kon dat heel lang. Nou, mee. Dan had je niet in mijn mukbang. Nee. Nee. Dan had ik thuis moeten blijven, jongens. Of waar ga ik mee beginnen? Ik wil echt met dit beginnen. Lekker? Mhm. Oké. Okay. Nou, ik moest gewoon even een hap, want... Ik heb helemaal geoefend. Ik hoef hem niet uit te leggen. Mmm. Oh, dat is lekker. Ja? Oké, dan ga ik hem proeven. Altijd kan ik vragen bij pakken. Ja. Het zijn altijd dezelfde vragen, maar weet je, het is gewoon leuk. Skit aan dat, waar is je Wat heb je mij gedempt? Oh, je hebt me natuurlijk... Ja. Waar heb je de chili saus? Oh, die staat hier. Dan staat Oeh, wat was dat? Met de telefoon. Gaat goed. Gaat goed hier. Ach, ik ga deze ook even proeven hoor. Ik moet heel handig hoor. Ik ga heel erg mijn handen wassen. Mmm. Ja, lekker hè? Dit is echt goed. Ik wil ook een beetje met jou over, hè? Mhm. Ik ga heel 60 seconden halen. Oh, dit is zo lekker, jongens. Ja. Ik kan echt. Je ziet het, ik zie het zo vaak op YouTube. Ja.
En dan denk ik, ik wil dit eten. Ik maar dan, wil dit ook. En nu ben je het zelf. Dus jongens, blijf manifesten. Start je social media. Dat zie je zo meteen ook. Maar even. Dit is zo lekker. Oh, dit is ook allemaal van dat lekkere geflambeerde. Zo goed. Zo lekker. Ik had ook echt, we zagen elkaar net voor het eerst. Ja. En ik voelde oprecht alsof ik haar al 10 jaar kende. Ja, dat is zo raar. Maar met sommige mensen heb je dat gewoon. Dan klikt het gewoon. Mm-hmm. Dan zijn het gewoon jouw soort type. Mensen misschien. Scarpaccio. Scarpaccio met garnalen, jongens. Oh, dit ga ik even aan de kijkers laten zien. Oké, proef jij het maar, dan laat ik het wel even zien. Ja. Oh, proef met truffel mayo is dit. Mm. Kijk even, jongens. Dit is zo lekker. Oh. Ik heb gewoon zo'n honger. Klopt. Alles lekker is. Maar dat is goed. Maar ik wil eigenlijk wel weten, waarom kijk je mijn mukbangs? Zeg maar... Omdat het echt gewoon zo... Mensen, zeg maar, gewoon als je eet, het is gewoon zo lekker. Het ziet er zo lekker uit. En je hebt toch wel eens altijd iets... Ik heb altijd iets wat ik zie liggen dat ik denk, oh, ik wil echt weten hoe ze dat vindt. En daarvoor kijk ik altijd. Gewoon, het was zo leuk. Ik eet wel vaak alleen. Ja. Maar thuis. Dan ga ik gewoon naar kijken. En ik weet dat ik niet de enige ben. Nee, dat snap ik echt. Ik heb het nog meer sinds ik nu op mezelf woon. Dat ik gewoon heel heerlijk. Vaak alleen eet. Ik kan ook met mijn opzet. Dat is gewoon gezellig. Dat is heel leuk. Ja. Ik vind het ook echt leuk wel. Soms dan ben je ook gewoon een beetje, weet je wel, dan denk je, nou, ik wil even naar wat boeiends thuis. Dan heb je geen zin om een film te kijken. Ja. Dat heb ik altijd. Soms ben ik films echt zo zat. Ja. Nee, maar ik heb dat heel vaak. Dan ben ik gewoon echt een film zat of een televisieserie gewoon even zat. Dan wil ik gewoon even geen Gossip Girl maar kijken. Ik heb trouwens HBO Max, hè, kan dat weer kijken. Ja, ik heb het. Dat is echt zo chill. Ik heb... Waar ben je? Ik heb helemaal afgezien. Oh, nee, ik ben er opnieuw. Waar ben je nu? Ja, maar ik was zeg maar op Netflix, keek ik het altijd. Ja. Toen was ik eind seizoen 2. Mm-hmm. En nu ben ik dus weer opnieuw begonnen. En nu ben ik dus begin... Ja, eind seizoen 2 weer begin seizoen 3. Mm. Nou, ik heb het denk ik al 4 keer gezien. Nou, sorry. Ik vind het zo geweldig. Ik vind het gewoon kut. Sorry, maar proef het even. Ja? Ja. Deze, ja. Die geflambeerde zalm. Die is echt niet normaal. Ik heb ook echt van die onhandige mouwen. Van die lange... Oh, je hebt opstoot. Ja. Ja, dat ziet er niet uit. Dat moet ik ook even doen. Ja. Wacht, dan ga ik... Ik heb 2 horloges, want dit is mijn sporthorloge. Oh, dat is zo bougie. Alleen met online. Ik ga stuk. De eerste vraag. Hebben jullie een keer gezoend samen? Nee. Ja, net nog. Ja. Net in de auto. Nee. Oh ja, jullie willen spicy details, maar jongens. Die zijn er niet. Die zijn er niet. Oh, mensen. Echt grappig. Hoe was onze basisschooltijd? Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Zo. Hele brok. Mijn basisschooltijd was echt heel leuk. Mm. Ik hoor echt wel eens van mensen, en dat vind ik zo kut voor hen, dat hun basisschooltijd echt niet leuk was. Dat ze echt heel erg gepest zijn. Maar ja. Ik heb dat echt gelukkig nooit gehad. Mm. Ik heb echt een leuke basisschooltijd gehad. Wat leuk. En echt bijna al mijn vrienden gingen naar dezelfde middelbare school als ik. Oh ja. Maar toen ging ik verhuizen. En toen was ik naar andere, daar kende ik niemand. Dus dat was wel kut. Maar, uiteindelijk is het goed gekomen. Is dat ver weg van waar je nu woont? Ja, nee, eigenlijk niet, want het is het dorp ernaast. Mm. Maar nou, er is het stuk daartussen wel weer heel lang. Dus daardoor kon ik net niet. Ja. Maar nee, mijn basisschooltijd was echt best wel leuk. En ja, mij ook. Gewoon heel... Heel stabiel. Heel standaard gewoon. Ja. Ik woon in een klein dorpje. Ja, same. Gezellig. Dat is gewoon leuk. Ja. Maar bij ons was het sowieso niet echt... Kijk, natuurlijk had je wel mensen die kut waren tegen elkaar. Maar bij mij, ik heb nooit het gevoel dat er mensen elkaar echt pesten. Maar wel. Bij jou wel? Mm-hmm. Oh echt? Dat is zo kut. Maar, ik vind dat echt zo kut. Dat was ook wel een jongen. En die was ook wel echt... Ik denk dat hij wel iets van autisme of zo had achteraf. Ja. Dat was dan zo anders, eigenlijk heel zielig. Ja. Maar dan ging mensen wel een soort uitdagen of zo. Oké, dat had ik ook. Ja, niet bij mezelf dan, maar wel. Ik deed dat niet echt bij anderen. Want ik was altijd wel heel erg iemand die. Hoe was jij? Ik was wel iemand die heel erg. Nou, zoals nu en ik probeer mensen altijd aan het lachen te maken. Oh ja. Dus ik had dat altijd al wel. En dat is niet alleen voor deze video dat ik dat nu zeg, maar. Nee. Ik probeerde altijd mensen naar hun zin te maken. Ja. En ik was nooit echt heel erg. Tegen mensen of... Een beetje allemaal. Tuurlijk heb je wel echt mensen die je gewoon echt niet mag. Ja. Dat heb ik nu ook. Ja, tuurlijk. Mevrouw Kat van Wisken, als je dat kijkt. Maar dat heb ik wel. Ja. Maar ik was nooit iemand die echt... weet je wel, dat je altijd in die film zag. Nee. Ik was er wel zo bang dat het voor de middelbare school, weet je wel. Dat je gepest zou worden. Ja. Wel, uiteindelijk niet. Maar... Nee, nou beter. Ja. Ja, ik vind dat echt zo zielig als ik daarover na kan denken dat mensen gewoon inderdaad gewoon terugkijken echt, op een basis gewoon denkt, oh wat een hel periode, weet je wel. Ik vond wel, want
En dat noem ik niet pest hoor, echt niet. Maar je hebt natuurlijk wel op de middelbare school heel veel meer zure mensen. Ja. Dat heb je wel. Dus dat, dat vond ik wel altijd heel goed. Ja. Ik zit nog steeds op de middelbare school hoor. Niet alsof dat nu stop is. Maar, nee, maar ik vond dat wel op het begin. Heb je er zoveel zure mensen altijd tussen zitten. Ja. Ik kan echt niet normaal praten als ik eet. Sowieso, ja, dat is het. Wow. Het mukbang. Moet je nagaan als je eentje een mukbang filmt. Dat is echt moeilijk. Ik dacht dat het makkelijk was. Oh, dit is ook is allemaal zo lekker, jongen. Ja, je moet hier even van pakken. Dit is echt fucking lekker allemaal. Welke vind jij het lekkerst? Ja. Allemaal. Allemaal. Het is echt. Normaal als ik sushi bestel, dan mag ik altijd twee dingen kiezen die ik lekker vind. En nee, Sarah stuurde zich gisteren van, wat vind je allemaal lekker? Ja. En ik zo, oké. Dit. Wat vind je het leukst om te doen? Shoppen. Ja? Ja. Nee, uit eten gaan. Oh, ja. Ik denk ook. Oeh, pittig deze. Ja, oh, kan je niet tegen pittig? Niet zo heel goed. Oh, nee, dan moet je niet. Ja, ik hou echt zo erg van uit eten gaan. Ook echt, dat heb jij volgens mij ook. Ja. Echt al ons geld gaat uit naar eten. Nou, nu naar de huur, maar daarna eten. Nee, bij mij wel echt op één eten hoor. Ja, snap ik. Maar ja, ik hoef natuurlijk ook nog geen huur of zo. Nee. Ik ga nu eventjes lekker een Ebi tempura nemen. Oeh. Ik kan het niet meer pakken. Wat zijn dit ook allemaal voor lekkere rollen hier? Ja, lekkere. Echt bij die sushi tent bij mij in de buurt. Ja, als ik ook nog een samenwerking heb. Sponsor mee. Nee, maar daar hebben ze dit dus niet. Daar hebben ze alleen maar een beetje van die... Jawel, met garnaal. Meerdere mensen vragen van hoe wij elkaar kennen en hoe wij bij elkaar terecht zijn gekomen. Maar dat heb je net al een beetje gezegd. Nou, via TikTok. Ja. Dat is echt, jongens. Ja. Je komt met zoveel mensen die je echt niet kent in contact. Ja, maar hoe grappig. Stel, ik had jou bijvoorbeeld nooit gevolgd of zo. Want ik volg niet snel mensen op TikTok. Nee. En had jij mij al die tijd gewoon gekend. En had ik jou al die tijd gewoon gekeken. En ja, dan... ik kijk er echt al lang. Echt al 3 jaar of zo. Ja, dan weet je dat gewoon niet. Maar dat zo. Ik heb dat af en toe, dat zei ik net ook al. Het is zo raar als mensen, zeg maar, voor hun eigen gevoel jou zo goed kennen. En dan andersom niet. Ja. Anders, als iemand naar mij toe komt van, ik ken jou van TikTok. Ja. Dan wil ik zeggen, oh, jij, maar ik weet dat niet. Oh, ja, ik ken je ook van TikTok. Oh, nee, what the fuck. Ik heb wel eens mensen die ik dan echt heel vaak in de reacties zie. Ik zou wel een keer een profiel gaan kijken van wie zijn dat. Heb je wel eens hoor? Nou, Ik heb ook echt mensen die mij dan maandelijks DM'en. Ja? Of gewoon altijd op mijn story reageren. Ja, die ken ik wel gewoon. Maar ik weet die naam gewoon, weet ik gewoon. Ja. Zou je dit kunnen eten? Zullen we proberen? Ja. Ik ga deze bloem proberen. Een bloem chappen? Nou, anders zit dat er toch niet in? Nee. Nou, dit smaakt echt naar niks. Het is echt een heel klein bloemetje. Maar naar komkommer. Ja? Ja. Volgens mij kun je dat wel eten hoor. Ja, anders is het niet bij. Ja. Oh, het smaakt gewoon naar niks. Dit. Ja, smaakt echt naar niks. Maar het is ook niet vies. Maar niet lekker, maar ook niet vies. Dit wijntje wel, op deze champagne. Ja. Oh, dit is wel leuk. Hoe is Levi zo snel gegroeid met zijn TikTok? Ja, die vraag stellen heel veel mensen mij. Like, I'm so famous. Nee, maar ik weet het niet. Kijk, ik denk gewoon... Kom mijn keur, het voor net. Nee, maar ik zeg maar, ik heb heel vaak vragen mensen dat. Maar ik denk uiteindelijk, als je gewoon jezelf bent en gewoon doet wat je echt leuk vindt om te doen... Ik denk dat dat uiteindelijk wel goed aanslaat. Maar dat is het gewoon. Ik denk dat het bij sommige mensen gewoon... Zo hoort te zijn. Weet je wel? Bij sommige mensen past het gewoon. En sommige mensen zouden het misschien willen. En ja, ik weet, het is ik gewoon... Ik had dat helemaal niet. Wou jij het echt zeg maar heel graag? Toen je met YouTube begon? Helemaal. Zeg maar, besef hè. Ik deed dit eigenlijk toen ik al 10 was. Nou. Gewoon, ik ga altijd video's maken. Ging dat editen op mijn iMovie. Ging dat op YouTube zetten. Ik kreeg 0 views. Gewoon 0. Gewoon, ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond. En daar en gaat dan, het wel echt. Je moet het echt doen. En niet alleen... Om fame tegen, of totaal niet. Je moet het echt doen om zeg maar gewoon... Ik vind het leuk om mensen aan het lachen te maken, bijvoorbeeld. En ik vind het... Als ik bijvoorbeeld op mijn TikTok zie, gewoon denk ik, oh ja, dit en dit en dit. Maar... Van wat? Ik denk, ik durf dan het er zo uit. Maar misschien is je huisgenoot. Ja. Hé! Hey. Hallo. We zijn die mukbang aan het filmen. Ja? Ja. 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 Normaal hadden mensen achter zitten van, mag ik ook groepen? Maar we toch ik dacht opeens, oh my god, kijk hoe lekker. Hallo. Ik ga even knuffen hoor. Hoi, ik ben Levi. Hoi, net als moeten. Ja, het is echt niet normaal. Oh my god, ik ga zo sporten. Oh. Kom nou hoor. Oh my god, wat is, ik ga nu kijken, dit is sowieso lekker. Ja. Dit is met carpaccio in het geval. Ja, dat is ook lekker. Carpaccio? En met garnaal in, het is echt niet normaal. Oh my god, jongens. Ja, die vind jij lekker, spicy tuna. Oh, ja. Echt een verhaal. Cheers. Het is heel lekker. We horen opeens die deur, maar denk ik dacht die deur donderde eruit. Maar echt?
Wat is er? Dat was een sporter. Ja, even champagne. Weet je, boeien. Maar kijk, we zijn hier al wat te zien. Ik ga morgen wel weer sporten, dat zeg ik nu. Ja, ik ga vanavond uit, dus ik ga morgen niet sporten. We gaan sportkleding inpakken. Oké. Succes. Maar veel plezier. Ja. Thanks. Oh jongens. Waar waren we aangebleven? Bij, oh ja, hoekjes zijn wat gegroeid. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Ik denk gewoon dat het bij jou ook echt zo is gegaan, omdat het gewoon... Ja. Kijk, ja. Ik doe, denk ik, gewoon mensen of dingen na die mensen veel herkennen in hun leven. En ik denk dat ze dat gewoon leuk vinden. Maar het is ook omdat ik het echt zelf leuk vind om te doen. Want als je iets echt niet... Je kan, zeg maar, heel veel mensen die beginnen ook met vloggen om dan uiteindelijk succesvol te worden. Maar ja, als je dat eenmaal bent, dan moet je het alsnog leuk vinden. Ja. Je leven verandert niet opeens. Zeg maar, stel je voor, dan ben je groot, maar je vindt het fucking kut. En dan ben je dat de hele dag aan het doen. Dan is je leven toch niet leuk, want dan ben je aan het doen wat je kut vindt. En je kan ook niet gelijk weer terug, hè? Dat zeggen mensen ook niet. Want heel veel mensen lijkt het leuk om voor even te doen. Maar als het eenmaal zo is, dan is het wel zo. Ja, gewoon precies dat. En ervaar jij zeg maar veel nadelen ervan? Van bekender zijn dan? Nou, ik heb er helemaal niet zo heel erg last van of zo. Nee. Zeg maar, bij mij in de buurt waar ik vandaan kwam, kende iedereen mij sowieso al. Ja, daarom. En dan nu in Amsterdam ben je ook weer een soort anoniem, want dan zijn er zoveel mensen en heel veel bekende mensen. Dus ja, dat is wat heb ik niet echt vaak last ervan gehad. Maar wat ik de laatste tijd gewoon meer heb, is dat ik dan soms zo druk heb. En dan zo'n druk voel van, oh, ik moet echt leuke content maken. Wat als mensen het niet meer leuk vinden? Of, weet je, dat ik me dan zo druk over gaat maken. Dat het eigenlijk belangrijkste is dat jij het gewoon doet omdat jij het leuk vindt. Ja, precies. Ik heb ook wel eens dat ik echt denk van, oh, het is... Wat moet ik nu weer doen? Maar en dan heb ik vaak, dan neem ik even een dag pauze. Ja. En dan denk ik, nee, ik ga een TikTok maken als ik zin heb om een TikTok te maken. Nee, dat is echt goed dat je dat doet. Niet omdat ik elke dag maar een TikTok moet maken. Want dat is wel, en iedereen zegt, daar ga ik niet in vallen. Maar op een gegeven moment ga je wel in zo'n patroon vallen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat is niet erg, maar het is gewoon zo. Ja. Het is wel heel lastig om dan te denken van, nee. Ja, want anders ga je iets geforceerd doen. Ja, en dat is niet leuk. En dan is ook heel die TikTok helemaal niet leuk. Nee, ik heb dat ook wel eens hoor. Dat ik het een dag, dat ik denk, oh, ik wil wel even wat maken. Ja. En dan een dag later, dan zit ik weer helemaal zo'n goede bui. Ja, maar ja, je kan ook niet altijd je helemaal top voelen. Dat denken mensen echt, dat dat altijd kan. Ja, dat, nee. Heerlijk. Zo lekker allemaal. Ik vind het ook echt, het is helemaal in mijn happy place. Ik ga dit ook even proberen. Ja. Nee, maar ik denk dat mensen dat wel... Maar ik vind heel eerlijk, social media echt geen zware baan. Nee. Dat is echt, jongens, mensen die dat zeggen, vind, dat is echt niet waar. Nee, want je hebt eigenlijk, ik werk er zelfs nog naast, omdat ik anders alleen maar de hele dag thuis zit en letterlijk niks doe. Kijk, weet je wat het is? Je hebt het inderdaad de hele dag wel in je achterhoofd van, oké, weet je wel, ik moet wel blijven doorlopen. Je voelt een druk, gewoon altijd constant voel je een druk van, oh, maar weet je, het is altijd wat, want als je gaat afstuderen voel je ook een druk, oh, ik moet afstuderen, ik moet dit. Ja, als je een goede topbaan hebt, het is wel minder. Sowieso, want je hebt mensen die heel veel van je verwachten, stel je zou nu een week niet plaatsen, zouden mensen echt denken van, wat de fuck doe jij? Plaats. Maar als jij het niet wilt, wil je het niet. Want je hebt het wel heel erg zelf in de hand. Mm-hmm. En dat is sowieso best wel voor de hand liggen. Maar ja. Het is niet een, het is geen... Dat je... Intensieve, fysiek zware... Nee. Nee. Nee, vind ik ook niet. Ik zeg heel veel mensen. Maar dat is dus omdat je het leuk vindt. Ja. Voor mij voelt het echt niet als werk. Dat ik nu dit zit te doen, nee. Sorry hoor, maar dit is gewoon mijn hobby. Krijg je niet voor betaald. Sushi eten. Ja. Nee. Ik betaal je gewoon om hier te zitten. Ja, precies. Nee, maar heel veel mensen maken er een soort van... Het is, tuurlijk, het is wel leuk, maar sommige mensen maken er ook meer van dan dat het is. Ja. Het is uiteindelijk... Kijk. Af en toe lijkt mij gewoon een... Wat zou je dit echt je hele leven willen doen? Ik weet niet. Geen idee. Ik weet echt niet. Ik heb altijd gezegd tegen mezelf, ik doe het zolang ik het leuk vind. Ja, precies. Het liefst, kijk, nu kan ik me niet voorstellen dat ik het niet meer leuk vind. Omdat ik het niet meer zou willen. Nee. Maar ja, weet ik wel, als ik straks 30 ben, kinderen heb. Ik weet dat ook niet hoor. Geen idee. Ik vind dat, ik heb dat ook. Want ik doe, je moet het gewoon echt doen als je het echt leuk vindt. Want ik hoor echt iemand zeggen van, dat vond ik wel echt een kutopmerking. Die zei van, jou is er niks voor te doen en het komt allemaal aanwaaien. Oh, dat is niet waar. Nee. Dat is niet... Maar dat denken mensen altijd. Want als ik een maand niet upload... Dus gewoon klaar. Ja. Ja. Ja, maar dat denken mensen altijd. Het lijkt altijd alsof het mensen moet aanwaaien en dat het vanzelf gaat. Maar ze beseffen niet wat er dan achter de schermen... Ik bedoel, voor zoiets staat alweer een hele week plannen. Ja. Voor iets wat we nu doen. Ja, dat precies. Is echt zo. En dan moet je sushi regelen, dan moet je dit en en het is allemaal leuk. Ik bedoel, ik vind het leuk om mijn tijd erin te investeren, anders zou ik het niet doen. Nee. Maar ja... Iedereen begint bij nul, dus ja. Nee. Dat vind ik ook wel.
Heb je echt een haatcomment dat echt altijd bij je is gebleven? Dat je denkt? Nee? Nee. Want, hoe nee. ga je om met haat? Ja, nou heb ik dus echt best wel het geluk dat ik niet zoveel haat krijg. Dat scheelt echt wel. Maar de meeste haat die ik krijg is dan als gewoon een video niet leuk vinden of zo. Dat is echt denk van, het kon beter of zo. Dat is echt het ergste wat ik heb gehad. Dus ik heb niet echt dat ik echt dacht van wow of zo, van dat vind ik zo erg. Ja, je doet ook een beetje typisch na, dus ze kunnen jou niet persoonlijk echt aanvallen van. Weet je, nou krijg je dat, ja. Moet je maar zo denken. Die mensen volgen je toch. Ja, weet je, jij geeft me wel views. Ja, dus, ik vind het prima, Oliver. Ja. Maar ik lig er echt geen nachten wakker van. Nee. Ik lig sowieso echt van haat niet echt wakker. Nee, ik ben daar ook niet zo gevoelig voor. Maar uiteindelijk moet je wel, en dat is denk ik wel, als je weer met social media wil beginnen, moet je wel sterk in je schoenen staan. Ja, oh sowieso. Want mensen hebben meningen. En je... Maar je wat je ook doet. Nee, dat dacht ik vroeger ook. Dat alleen mensen die echt die aandacht zoeken. Nee. Ja, nee. Nee, echt niet. Echt, maakt niet uit wat je doet. Als ik nu een stukje vis eet, gaat er ook iemand zeggen... Ja, waarom eet je vis? Ja, precies. Hoezo eet je geen vlees? Ja. Hoezo ben je... Zeg maar, dus het maakt niet uit welke kant je op gaat. Dan ga je die pleasen, maar dan heeft Piet er al wat over te zeggen. Dan ga je Piet pleasen en dan heeft Kim er wel weer wat over te zeggen. Dus het is nooit goed wat je doet, dus daarom kun je beter gewoon bij jezelf blijven. Please, vooral geen mensen, maar kwets ook geen mensen. Nee. Zo zijn je planten rond. Wat is jullie grootste blooper? Grootste blooper? Oh, dat weet ik wel. Ja? Oh, wat heb je snel? Nou, ik had één keer, toen was ik een TikTok aan het opnemen, dat ik zeg maar... Het staat ook op mijn TikTok. Oh. Ja, niet die blooper, maar... Nee. Ik was TikTok aan het doen van zo'n receptioniste die dan terug kwam van de vakantie. Ja. Die monkey vakantie. Ja. En als ze dan terug op kantoor kwam. Maar ik liep daarvoor eerst de trap op. En toen bleef ik haken met mijn schoen achter de trap. En toen ging ik vol op mijn plaat. Maar het was zo hard een dreun dat de buren gewoon aanbelden. Wat gaat het wel nee! Goed? Oh my god. Dat was mijn grootste blooper. Dat was echt wel... dat heb ik wel. En jij? Helemaal. Een fik. Vol. Zo, dat vind ik zo lastig. Maar je hebt zoveel bloopers dat je niet onthoudt. Ja. Mijn hele leven is gewoon een grap. Nou, echt hè. What the fuck? Denken mensen vaak ook altijd dat als je een TikTok maakt, dat het in één keer goed gaat. Ja. Ja. Nee. Ik doe het vaak wel twee keer opnieuw. Ja, zeg maar, ik maak hem vaak is het wel de eerste die goed is. Maar dan denk je, oh nee, ik moet nog een keer. Maar mij is het altijd het eerste wat je doet. Nee, want anders ga je dus weer forceren. Ja. Zoveel lekkers. Dit is echt niet normaal. Nee. Dit is echt? Ah, god, maar ik begin wel vol te raken. Ik ook. Zonder tv of zonder telefoon? Hoe weet ik dit? Nee. Ik had hier echt geen zin in, sorry. Zonder tv of zonder telefoon? Ja. Zonder tv. Sowieso. Ik kijk echt weinig tv. Ik denk echt ik heb geen tv hier. Mag er ook geen... Netflix en zo. Ja, ik kan toch ook bezig van kijken. Ja, oh ja. Nee, maar ik kijk echt weinig tv. Ik vind tv kijk niet eens leuk. Nee, ik ook niet. Het is ook zo weinig bij mij thuis in de woonkamer. Is het altijd om mijn slaapkamer of mijn bed. Ja. Ja. Ik hou van mijn slaapkamer. Ik hou van mijn bed. Ik hou van slapen. Dat is echt mijn favoriete hobby. Ik heb gewoon nu al zin om dat bed te liggen. Zo lekker. Vooral als je heel veel hebt gegeten en dan hebt gedoucht en je hebt geschrubt en dan gaat slapen. Echt elite, guys. Heerlijk. Oké, dit wil ik ook nog even. Welke had ik nog? Nooit meer kunnen werken of nooit meer relaxen. Nou, moet ik daar kunnen werken. Ja. Als ik gewoon geld heb, dan vind ik het prima om te doen. Ja. Wow. Wat is dat voor vraag? Ja. Zo werk is het. Zo leuk is het. Maar stel je hebt geen geld. Je hebt geen geld. Dan moet je wel werken, want dan ga je dood. Dan kan je niet eten, dan heb je geen huis. Zo'n knoopje los hoor. Maar nooit meer relaxen. Dan ga ik dood van een burn-out. Ja. Welkom. Ja, dat wil ik ook niet. Dat weet ik echt niet hoor. Nou, wel. Ik zal dan. Of nooit meer werk doen. Ja. Oké, stel je voor, ik vind het super day. Ja, of ik doe gewoon, mag gewoon dit werk. Ja, okay. Want dit voelt niet als werk. Nee. Dan kan ik gewoon en werken en relaxen en geld verdienen en ja, of je zoekt inderdaad super day. Nou, ook altijd nog een optie. Wat is sushi jouw favoriet eten? Ik denk het wel. Ja? Mijn is dus echt Italiaans. Ja? Ik hou echt zo erg van Italiaans. Oh. Want weet je waarom? Dat heeft zo random over dit. Maar dat ben ik dus ook heel erg. Ik ben zo'n random persoon. Maar dat heeft zoveel. Ja, dat is wel waar. Dat heeft echt zoveel. Ja, Italiaans. Dat zou ik echt elke dag kunnen eten. Maar sushi, ik zou het elke dag kunnen eten. Maar dat is niet waar. Nee. Maar inderdaad, je kan pizza, pasta, je hebt burrata, je hebt tiramisu, antipasta. Mm-mm-mm. Zo lekker ook. Ik eet wel echt vaak Italiaans eigenlijk. Zo, maar dat is zo makkelijk. Ja. Ik heb ook echt jongens. Nou, dat is natuurlijk. Er zit ook bij voor jou. Het is echt een queen. Maar Pien laat haar eten zien. Dat Het is top. Heb je die? Ik heb hem. Oh, wat leuk. Hij is echt, jongens, als jullie die niet hebben. En het is niet gesponsord of zo. Dus maar... ik mis uit.
Maar het is echt. Ik kan zeg maar, ik kan wel koken, maar. Ja. Ik vind het beetje, leuk. Ja. Ik vind het leuk om te koken. Ik ook. Alleen, heel het is zo erg die inspiratie om te koken. Ja. Dat is echt. Vind ik zo moeilijk af en toe. En met die recepten van haar is toch even lekker anders. Echt. Leuk. Ik kijk ook altijd op. Zij is echt top. Op Insta of Inspo. Maar ook laatst zo'n lekkere pavlova. Wat is dat? Een soort van mirepetaart. Oh! Ik heb dat dus geprobeerd te maken met kerst, maar het was helemaal mislukt. Oh, nou, ik heb het één keer gemaakt. Dus dan even vergeten op Insta te zetten. Maar het was wel lekker. Nooit meer social media of altijd serieus moeten zijn. Nooit meer social media. Ja, sowieso. Ja, ik kan echt, weet je, ik ben echt bijna nooit serieus. Maar dan heb je toch echt een verzuurd kutleven. Ja, maar altijd serieus zijn. Social media is eigenlijk fucking irritant soms. Soms denk ik echt, ach, daar ben ik klaar mee. Maar gewoon wat, altijd dus mensen die wat vinden. Het is zo irritant. Ja. Dat is niet eens haat. Maar nee, maar ik snap het gewoon niet. Wie de fuck? Boeit jouw mening. Ja. Zeg maar, tuurlijk, het is als je wat leuks komt. Ja. Als het wat toevoegt. Maar ik kan me niet in mijn hele brein voorstellen dat ik een TikTok zie. En dat ik een bepaalde comment achterlaat. Van gewoon dat gezeik. Dat ik denk, nee. Dan kijk ik heel die fucking TikTok niet. Dan zeg ik gewoon scroll door. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. Waarom iets? Iemand commentte letterlijk, waarom gebruik je die palm? Ja, wat denk je? Om mee te sleeën? Nou, gewoon omdat dit letterlijk mijn enige pan is. Ja. Welke pan moet ik dan gebruiken? Heb jij er een voor mij? Ja, zoals geen miljonair ouders hebben die. Echt, wat de fuck? Dat vind ik ook altijd. Dan denk ik gewoon dat soort comments dat ik echt denk van. Bro, who the fuck bro, cares? The fuck, ja. Ja, dat heb ik ook hoor. Maar ja, je moet het gewoon echt, jongens. Tuurlijk, je moet het serieus nemen social media, maar niet te. Nee. Zoals ik dus al zei. Ja. Echt niet zo. Je moet, want dan is het eigenlijk ook niet leuk meer. Nee. Hou het bij jezelf, blijf jezelf. Wat wil je nog bereiken in het leven? Het lijkt mij dus wel echt heel leuk om een eigen huis te kopen. Ja, dat is ook echt mijn levensgoal. Wist je dat mijn tante, die zorgde vroeger altijd voor mij. Mm-hmm. En die zei dat ik echt gewoon jongs aan zijn, mijn droom is een eigen huis bouwen. Dat lijkt me ook zo leuk. Dat lijkt me zo leuk, dat je gewoon, echt? Ja. Gewoon alles kan inrichten en dan. Maar wil je dat echt zeg maar, de hele exterieur ook doen? Ga ik inspireren? Nee, dat is niks voor mij. Nee, precies. Geen architect of zo. Nee. Maar gewoon echt van binnen. Wat is jouw droomhuis als je het beschrijft? Ja, niet in Amsterdam. Ik zou Nee? Nee, ik zou net buiten Amsterdam willen wonen. Gewoon in Amstelveen of zo eerder dan of zo. Ja, gewoon wel lekker dat je de ruimte hebt. Want ik ben echt in de ruimte opgegroeid. Echt gewoon de tuin. Dus dat vind ik gewoon chill. Maar wel dat je snel in Amsterdam bent. Maar niet echt midden in Amsterdam, zeg maar. Nee. Nou, ik wil wel echt heel graag. Maar gewoon met kinderen, dan denk ik gewoon echt aan kinderen. Ja, ja. Dus dan denk ik, zeg maar, echt als ik dan eens echt een huis ga bouwen, dan zou je dus echt samenwonen, kinderen en dat. Dus dan niet midden in Amsterdam, dan net even erbuiten. Ja. En dan gewoon, lekker groot, luxe, lekker. Ja. Oh, lekker alle comfort, gewoon heerlijk. Ja, snap ik wel. Ja, aan de ene kant lijkt me dat ook wel heel leuk. Of zo'n villa met een rieten dak of zo. Dat vind ik wel echt heel mooi. Aan de andere kant, ik vind de huizen hier, ik ken die Johannes Verhulstraat. Nee. In Zuid, bij Cornelis Schuijsgaat. Nee? Nee, kijk Cornelis Schuijsgaat toch wel? Nee. Kijk Cornelis Schuijsgaat niet? Ik ben echt een noob, ik heb echt niks. Gewoon die huizen hier. Cornelis. Schuit. Dat ken je wel, er zit Van Dam. Oh, ik ken de plek wel, maar. Ja. Nou, in ieder geval dus Oud-Zuid, zo'n herenhuis. Ja. Echt maar een heel, heel herenhuis. Ja. Wel, hè? En dan echt zo, echt heel basic, maar met de frisse graadvloer. Ja. Heel zo mooi. Ja, het is gewoon mooi. Ik zou dat zeg maar dat nu dan misschien tot mijn 30ste willen en dan na mijn 30ste. Ja, dat snap ik ook wel. Maar je hebt aan de andere kant heel veel kinderen die opgroeien in Amsterdam, hè? Ja, ja. Maar ik zie mezelf dat gewoon niet. Snap ik wel hoor. Daar ben ik gewoon misschien te autistisch voor of zo. Ongeordend, Nee, ik ben best wel geordend, hè? Ja? Ik ben best wel. Ja, het verschilt heel erg per bui en per categorie of zo. Mm-hmm. In sommige dingen ook vet chaotisch zijn, maar sommige dingen ben ik echt heel autistisch. Gewoon bijvoorbeeld met schoonmaken ben ik echt een clean freak gewoon. Echt alles moet schoon, moet opgeruimd, moet. Anders word ik gewoon helemaal gek. Dan kan ik gewoon mijn huis niet verlaten als het gewoon een troep is. Nee, ik vind het ook wel heel belangrijk dat het altijd opgeruimd is. Echt stofzuigen. Ja. En stofzuigen echt zoveel. Maar ik heb het vooral sinds ik op mezelf woonde. Want toen ik thuis was, had ik het wel, maar boeide het me een soort minder. Ja. Omdat mijn moeder dan misschien wel deed. Maar nu denk ik echt van, ja, je moet zelf. Stel, er komt iemand langs en je huis is goor. Dat is mijn nachtmerrie. Kijk, als je kind, dat lijkt me wel een struggle. Als je dus kinderen hebt en je woont in Amsterdam. Er is zoveel criminaliteit hier. Ja.
Dat is wel echt, dat lijkt me wel moeilijk hoor. Kijk, ik heb zo veilige jeugd gehad. Ik ook, ik zou echt mijn kinderen dat ook willen geven. Ja, ik ook. Dus daarom, ja, weet je niet, zou ik dat toch niet helemaal willen. Ja, maar je ziet ook wel heel veel kinderen die hier wonen, die hebben of een nanny of een au pair. Dus dat is ook niet heel leuk, want als je een huisje wil betalen, dan moet je echt 30 miljard hebben. Ja, dan moet je dus altijd werken en moet je dan een nanny inhuren. Ja. Ja. Dat lijkt me ook niet leuk. Nee. Ik zou, nee. Daar ben ik ook zo blij mee. Zeg maar je wil wel eigen kinderen dus? Ik hè? Ja? Nee. Oh. Nee. Nee. Maar ik wil... Zo leuk om een kinderen op te voeden, maar je wil kinderen? Nee. Nee, maar ik wil, als je het even zo moet inbeelden. Ja. Ja, nu wil ik geen kinderen, misschien over 30 jaar. Ja. Who knows? Who the fuck knows? Who the fuck knows? Nee, ik wil echt heel graag kinderen. Maar nu nog niet. Nee. Maar ik wil het wel echt heel graag. Maar wil je het echt voor de 30 of gewoon... Ik denk... Maar ja, kijk, je hebt het nooit voor het zeggen, hè? Want je moet überhaupt blijven dat ze gezond ja, zijn. Ja, precies. Of dat je überhaupt kinderen mag krijgen. Dat maar... heb je mensen die zeggen... Oh, ik wil per se jongetje, per se meisje. Ja. Wees blij dat het gezond is. Even serieus. Maar mijn broer, die was bijvoorbeeld al per ongeluk zwanger geraakt toen hij 20 was. In ieder geval zijn vriendin dan. Ja. Dus kijk, ik kan zeggen, ik wil het rond die leeftijd. Maar dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Nee. Maar als hij gewoon ideale wereld... Denk ik wel tussen mijn 26 en 30. Gewoon 30. Ja. Snap ik maar wel. Je weet niet wat er gebeurt. Misschien nee, zeg ik wel op die tijd, nou, de bal allemaal. Ik ga helemaal niet aan kinderen beginnen. Nee, je moet het wel echt, dat vind ik wel echt. Je moet wel echt een soort van toevoeging aan je leven. Mm-hmm. Niet dat je pas gelukkig bent als je... Tuurlijk, je mag het heel graag willen, maar... Ja, je moet wel echt, vind ik, 100% echt van... Ja. Voor jezelf kunnen zorgen. Ik ben nu echt nog niet ready voor. Ik voel mezelf echt nog een kind van... Je mist dan dingen die je niet kan... Je kan niet lekker uitgaan. Je kan niet lekker, als je naar Parijs wilt... Oh, kom, ga lekker naar Parijs. Nee, je leven staat stil. Gewoon letterlijk, hè? Ik heb gezien met mijn broer, nou, we gingen er toch wel echt voor. Het was wel mooi om te zien, hoor. Maar hoe vond je ABU zat? Nou, in het begin dachten ze echt, dit gaan we niet doen. Nee, dat is het. Die dacht echt, dit gaan we echt niet doen. Ja. Je bent fucking 20 en dacht, je moet leven, je moet uitgaan, je moet dit, je moet dat, je moet in school. Ja. Maar ja, hun wilden toch wel echt heel graag. Dus, nou, op een gegeven moment kan je als ouder zeggen van, kan zeggen van, wil het niet. Maar dan ga je alleen maar je kind wegduwen, dus. Ja, en uiteindelijk vind ik wel echt heel erg. Eigenlijk is het echt de keuze van de moeder. Ja, dat sowieso. Maar zij het wilt houden, ja. Ja, zij zelf was geadopteerd. Dus voor haar was het gewoon heel snel een optie van, dat gaan we gewoon niet doen. Ik wil het kind gewoon houden, zeg maar. Zij was ook 20, of? Ja, zij was 21. Zij was 1 jaar ouder. Oh. Ja, snap ik. Dat lijkt me ook wel. Dat lijkt me ook wel pittig. Zo, ik ben nu 21, hè? Ja, nu een kind krijg. Lijp, dat is gelijk. Dat is echt, dat is ook zo vroeg. Ja, ik zou ook nog helemaal alles willen doen, hoor. Maar ja. Ik ben echt nog niet klaar voor, maar ja. Ja. Misschien had het bij hun gewoon zo moeten zijn, ja. Weet je, als ze nu gelukkig zijn, want hoe oud is dat nu? Dat kindje is nu bijna 5 in juni. Oh mijn god. Ja. Dat is wel ziek. Ja. Maar weet je, dat is misschien wel op het begin wel moeilijk, maar weet je hoe chill het is als jij 16 bent? Zo. En je ouders zijn 36. Ja. Dat is echt chill. Hoe fucking leuk dat is dat? Mij lijkt dat echt leuk als ik dat had gehad. Ja, precies. Zo met Ginny en Georgia vibe. Ja, maar dat is wel echt. Leuk, hoor. En dan zijn hun straks eind 30, begin 40 en dan hebben we een heel leven nog. Dat is en dan zitten anderen in de luiers. Nou. Dat is, ja, nee, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. Oké, ik ga even kijken of ik nog een vraag heb. Favoriete wijn? Ja, dat is zo. Ja. Pino, maar dat is echt de standaard. Maar wat is jouw favoriete cocktail? Of heb je... Gin tonic. Noem je dat een cocktail? Ja, zo'n mixdrankje. Ja, maar ik ben gewoon gin tonic. Zeg maar, je kan gin tonic gewoon als mijn achternaam vertellen. Maar dat is wel heel handig als je influencer bent. Het is het enige drankje wat elke influencer gin tonic. Ja, maar ik vind het... Ben je met een citrusje of een komkommertje? Nee, ik ben echt van de rozemarijn, komkommer... Oh, van de kruidige. Ja. Ja. Gin tonic ook. Maar met pink lemonade vind ik het allerlekkerst. Ja, maar dat is toch een beetje zoet. Ja. Dat is lekker. Dat vind ik vind het, zeg maar... Ik kan begrijpen dat je het niet lekker vindt. Ja, ik vind het af en toe wel lekker, maar dan liefst wel met iets van fruit erin. Ja, maar ik vind... Ik ben dan meer, denk ik, een Aperol Spritz Martini persoon. Aperol Spritz. Kijk die bij Chappies wel eens op? Die is lekker. Oh, ja? dat is echt een aanrader. Dat is echt wel lekker. Ik heb het letterlijk hier in de koel. Echt? Ik vind het zo lekker, ja. Och, dat is zo lekker. Aperol. Aperol Spritz is echt, jongens, dat is live. Nou, we gaan een keer het terras op en een Aperol drinken. Gaan we jullie weer meenemen. Oké, guys. Oké, het is wel goed. It's a wrap. Ik zit zo vol. Ik zit ook zo vol, echt. Jij kan hier nog de hele week van vreten. Ja, maar echt. Vanavond komt een vriendin, dus zij mag het afdelen. Ik vond het echt zo leuk. Ja, echt heel leuk dat je er was. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, maar vast wel. Nou, vond je video leuk? Vergeet het niet een blauw duimpje omhoog te geven. En te abonneren. Abonneren, volg ons, Instagram, TikTok. Komt hier allemaal. Komt dat eindelijk een keer zeggen, dat mag ik zo een keer zeggen. Oké, outro in 3, 2, 1.
It's all be on my way now.